Na zeggen van minister Reshma Kuldeep Singh heeft het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken een andere richting gekozen als het gaat om het te voeren beleid. Ze sprak journalisten gisteren voor aanvang van de Raad van Ministers ten aanzien van commentaar over het beleid op het departement. Dat er geen beleid is uitgevoerd, we hebben landelijk trainingen voor zorg voor jongeren. Van 16 tot 24 jaar, we hebben ondernemerschapstrainingen verzorgd. We hebben incentives gegeven. Dus ik snap niet van waar u het nieuws krijgt dat we niks hebben gedaan met het beleid. Maar het beleid is nu anders. We gaan geen spelletjes of leuke tijden hebben met de jongeren. We gaan gewoon de jongeren ontwikkelen. We gaan trainingen hebben. We gaan het anders doen dan de vorige dat we hebben gedaan. De zinvolle vrijtijdsbesteding gaat zijn dat jongeren worden getraind. Ze worden. Het is een beetje een opvoedende stijl. Dus ik snap niet van waar het komt, maar u mag het nagaan. We hebben met SAO, SHTTC, SPWE hebben we landelijk trainingen verzorgd. Kuldeep Singh zegt verder dat de evaluatie van het jeugdparlement al achter de rug is. De bewindsvrouw vertelde eerder dat de organisatie in zijn geheel zou worden doorgelicht en er verandering zal komen in de structuur van het Nationaal Jeugdparlement. We zijn nu bezig met het voorbereiden van de verkiezingen. Dus als dat zover is en we zijn, het geld is ook al vrijgemaakt, als dat zover is. Kijk, voorbereidingen duren iets langer. Snapt u? Je moet het goed doen. Ik kan ook morgen zeggen ik wil verkiezingen uitschrijven, maar dan heb ik iets gedaan wat helemaal niet klopt. Begrijp je? Het is niet goed voorbereid. Het is niet goed georganiseerd. Dat wil ik niet. Ik wil het goed doen. En als we het goed hebben gedaan, dan weten we dat elke district is betrokken en elke jongere is betrokken. De minister stelt dat het organiseren van de verkiezingen ruim 5 miljoen SRD kosten.